Dames en heren, de beide ploegen die de tweede wedstrijd gaan spelen hier op Spoppermarsdijk, Galatasaray en FC Twente. De beide ploegen die kunnen gaan starten, ook met hun eerste wedstrijd op het 35e Eurovoetbaltoernooi. Galatasaray FC Twente, veel plezier! Thank you.
gek, jongen, die nummer 11 moeten zien. En nu. Thank you.
Nee, ik heb wel probleem. Nee, die heb ik net niet op. Dat is de tweede keer dat ik dat nu. Een belangrijk moment, meester. De meest mooie toekomst van zijn zoon, van zijn hele leven, die heeft hij gemist. Hij heeft alles een keer op de camera gezet. Behalve die meest wilderlijke goal, man. Dat was weer een toekomst. Die was nog scherper dan Van Basten op de lijn stond. Dus zijn zoon stond echt letterlijk en figuurlijk op de lijn. Nice. Oh, over de keeper heen en zo de kruising heen. We waren nog niet eens 2 minuten aan het spelen. Dan moet je schoon, man. Dat heb ik echt. Dat is de enige wat ik altijd gemist heb. Hè. Dat was het mooiste ding tot nu toe in mijn leven heb ik gezien. Echt waar. Vond ik. Als je dat zo denkt, hè. Dat was zo mooi. Dat was gewoon bij. Ik kom naar school, maar van voren toe. Hij is weg. Was het nu tegen GAVV, weet ik veel. Ja, GFC dacht ik. Ja, dat was een die club die alles won. Alles op hoogklasse. Iedereen mag het daar. En dan kwamen ze bij ons en af en dan. Het is wel jammer hè, dat wij hier zo heen moeten rijden. En nog... Bij de les blijven, jongens. Hij is helemaal vrij, hè? Thank you.
Stand Rusland. De beide ploegen die gaan even een verfrissingje nemen op het veld. We gaan niet naar binnen en zo dadelijk gaan we verder. CQ-wedstrijden voor de boeg voor een plaats in de hoofdklasse. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar komt erop neer dat door het faillissement van RBC Roosendaal in de Jupiler League een plek vrijkomt in de hoofdklasse. Daarin spelen dan komende maandag 2 juni. En de beide ploegen staan klaar voor de tweede helft. We kunnen weer gaan beginnen de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. En laten we hopen dat er een goaltje gaat vallen natuurlijk. Thank you.
Dan heeft er in de rust één wissel plaatsgevonden bij Galatasaray. Daarvoor heeft het veld verlaten nummer 5 Emre Özer. En voor hem in de plek onder nummer 13 Mohamed Sisek. Welke nummer? Hij heeft wel. Als we dan wel de Dit was een kans. Ja, dit is een kans. Dan moet je een Juran moet je hebben eigenlijk, ja? Juran was al weg geweest. Juran is nog steeds te snel, ja, nog sneller.
Hij doet al 15. Ja.